Voorzitter, het is meer een voorstel, voorzitter. En we leven allemaal mee. We weten allemaal wat er is gebeurd, we leven mee. En dit is iets wat ons diep raakt, voorzitter. En ik vind dat wij als volksvertegenwoordiger, voorzitter, niet kunnen doen alsof er niets aan de hand is. En ik weet, voorzitter, dat we allemaal hebben gezegd en beleden met ons mond dat we daadwerkelijk meeleven, voorzitter. Maar vandaag staat op de agenda aanbestedingswet. Voorzitter, ik zit me af te vragen in hoeverre we dit moeten afzetten tegen datgene wat er is gebeurd, waarbij we juist nu als DNA en als volksvertegenwoordiger midden in die samenleving zouden moeten zijn en samen met de mensen zouden moeten zitten, in die zin dat wij een plan beramen hoe wij dit gaan aanpakken. Kijk hier, voorzitter. De mensen van de NDP en van de BEP die van dat gebied komen, zijn vandaag niet hier. En het is begrijpelijk, voorzitter. Dus die vraag die wij ons moeten stellen is, gaan we gewoon door alsof er niets aan de hand is? We hebben van die regering gehoord, dat is mooi. Maar wij zijn volksvertegenwoordigers, wij zijn van het volk. Dus ik stel voor, voorzitter, dat we die vergadering anders inrichten dan wat we vandaag normaal zouden doen. En daadwerkelijk gaan praten hoe we als volksvertegenwoordiger daadwerkelijk dit gaan aanpakken, voorzitter. Voorzitter, helaas, nogmaals helaas, gaan we ons terugtrekken. We gaan beraden. Want ik merk bij mezelf ook, ik ben niet in de sfeer. Ik ben te emotioneel met wat er gebeurd is en zo. Dus we gaan ons beraden met de mensen, ook contact houden. Hoe we de zaken verder in goede banen van onze kant uit kunnen leiden. Ik dank u, voorzitter. Waaraan ik nooit ga meewerken, al zou de verkiezing morgen zijn, is om politiek te bedrijven met het leed van mensen. Ja, want wanneer we bijeen zijn gekomen met de fractieleiders en afspraken hebben gemaakt, de regering laten uitnodigen om ons te komen informeren over de stand van zaken en de fractieleider van de NDP het woord neemt en daarover niks zegt en een lid opstaat en met een bepaalde insteek komt en de totale fractie wegloopt, dan kan ik het niet typeren anders dan een politieke move. Maar jammer dat men nog steeds zo de politiek bedrijft. Maar wij gaan onze focussen op de mensen die nu in nood zitten. Ja? En dat is de commitment die we met elkaar hebben gemaakt. Vanuit het parlement gaan we alles in het werk stellen om de mensen te ondersteunen. Ja? Voor nu wil ik geen woorden meer aan vuil maken. Ja? De samenleving ziet het. De sfeer is duidelijk. Het heeft ons allemaal geraakt. Ja, maar dit is geen politiek issue. Ja, dit is, mensen zijn nu in de problemen en vanuit de volksvertegenwoordiging gaan we ze ondersteunen, maximaal.